K-E-N. Koper, K-O-P-E-R. Kever, K-E-V-E-R. Een kever, ja. Kater, K-A-T-E-R. Er wordt licht gelachen hier in het publiek nu. Kaler, K-A-L-E-R. Zesde beurt, Nathalie en Anja. Kader, K-A-D-E-R. Kader. Ja! Nou, de eerste bal mag gepakt worden vanavond. 52. 52, Anja. 56. 56. Oké, Anja, je mag door. Niets, N-I-E-T-S. Netel, N-E-T-E-L. Netto, N-E-T-T-O. Nummer 44, Anja. 48. Ja! Nog eens. Je bent er heel gelukkig mee, Anja, met die groene bal. Ja! Ja! 16. Oké. En Nathalie mag weer verder gaan. Imker. I-M-K-E-R. Immer, I-M-M-E-R. Input, I-N-P-U-T. Imago, I-M-A-G-O. Ja! 48. Oh! Zo, wat een vrolijk begin zeg. En wat een goed begin. De nieuwe lingokaart wordt erbij gehaald. En iedereen kan zich concentreren op het eerste 10-letterwoord. Met vandaag de raarste kindernamen van beroemdheden. We beginnen met topkok Jamie Oliver. Bloesembol. Nee, nee, nee. Tessie en Niels. Niels. Bloesembel. Of Tessie heeft het dan gezegd? Ja! Ja, Lucille, die Jamie Oliver die heeft dus een dochter die Pito Blossom Rainbow heeft genoemd. Dus bloesemblaadje regenboog. Wonderlijke naam. Wel mooi. 40 euro nu, gelukkig. Vertel eens even, waar kennen jullie elkaar van? Van het werk. Van een paar jaar geleden. Van het werk. Wat voor werk doen jullie dan? Of? We hebben allebei in een restaurant gewerkt. Jij als chefkok en ik als gastvrouw. En jij als gastvrouw? Ja. Hey, en hoe besloten jullie Niels om samen lingo te spelen? Hoe ging dat? Ja, dat kwam op een avondje tot stand. Onder genot van een biertje. Nou, keken we om 7 uur uit het programma. En ik zei, daar gaan we ons ook voor opgeven. Nou, en zo doen we. En daar staan jullie hier. Verder. Staan we er. Ja, het duurt lang voordat je uiteindelijk mee mag doen aan lingo. We hebben zo'n enorme wachtlijst. Ja. Maar jullie zijn door de selectie heen gekomen. Ja. Jullie hebben nu de eer. Zorg dat je erbij blijft. We gaan ons best doen. Oké. Tessie en Niels. Nathalie en Anja, onze Vlaamse vrienden vanavond. Kijk, je ziet het al. Hey jongens, waar kennen jullie elkaar van? Ook van op het werk. Ik heb een eigen frietent en Anja is een vaste klant van mij. Ja. Anja, hoe vaak kom jij je frietje eten bij Nathalie? Toch wel wekelijks kom ik bij Nathalie aan, maar het is altijd even gezellig. Wat is er zo lekker aan de friet van Nathalie? Ja, die is gewoon goed gebakken, vers, verzorgd. Prima. Wordt het in visolie gebakken? Dat gebeurt toch vaak in België? Nee, het is half plantaardig en half rund. En half? Rund. Rundvet. Wacht even, JP, weet jij het? Runder. Oh, rundervet. Rundervet. Vet van rund. Ja, ik moet er heel even aan wennen. Het is er een beetje je van alles. Je moet gewoon onze frieten komen proeven. Ja, het is vlakbij Weert, hè? Net over de grens in Weert. Hey, en een beetje citroenmayonaise erbij? Ja,
Ik heb liever de Hollandse mayonaise. Ja, oh, ik ben gek op die citroenmayonaise. Nou goed, ik ga watertanden. Ik wens jullie veel succes. Het gaat hartstikke goed. Nathalie en Anja! Niels, je hebt er zo lang op moeten wachten voordat je eindelijk een keer in Lingo stond. Dus nu moet je gaan scoren. Jij mag door 6 letters. Hakken. H-A-K-K-E-N. Helaas. H-E-L-A-A-S. Hierna. H-I-E-R-N-A. Horden. H-O-R-D-E-N. Horeca. H-O-R-E-C-A. Ja, hoe goed past dit woord bij jullie? Dat is even mooi. Tessie. 63. Niels. 31. Bal nummer 31. En Tessie mag door. 7 is een kans. Schoot. S-C-O-S-C-H-O-O-T. Slapen. S-L-A-P-E-N. Spijker. S-P lange ei K-E-R. Spekken. S-P-E-K-K-E-N. Oh, spekken. Spekke, JP? Ja, daar gaan we weer. Weet je wel, de aanvoegende wijze van het werkwoord. Spekken. Ik moet het goed rekenen. Sieren. S-I-E-R-E-N. Zesde beurt, Nathalie en Anja. Sferen. S-F-E-R-E-N. Nee, het woord is niet geraden. Dan laten we het zien. Smeren, geen ballen, wel door met Anja. Luiden. L-U-I-D-E-N. Lawine. L-A-W-I-N-E. Lampen. L-A-M-P-E-N. Lonten. L-O-N-T-E-N. Longen. L-O-N-G-E-N. En nu de zesde beurt voor Tessie en Niels. Een E, dan is het. Lenzen. L-E-N-Z-E-N. Elf. Negenendertig. En bal nummer 39. Oké, Tessie. Ga door. A. Afzien. A-F-Z-I-E-N. Actief. A-C-T-I-E-F. Bal nummer 7, dan tik je er 100 euro bij en ga je aan de leiding. 15. 15, Niels. 3. Ja, ze waren net zo lekker op dreef. Nathalie mag doorgaan. Praten. P-R-A-T-E-N. Pretje. P-R-E-T-J-E. Pracht. P-R-A-C-H-T. Breken. P-R-E-K-E-N. Nee, dan gaat de beurt naar Tessie. En er wordt gekraakt. Pruts. P-R-E-U-T-S. Ja, want die T moet je ergens kwijt en dan hou je nog maar een letter over. Ja!
14. Zes. En bal nummer 6. Nou, Niels, het tienletterbord komt er weer aan. Snel drukken. De euro's hebben ze hard nodig. Gekke namen, gekke beroemdheden. Michael Jackson kan natuurlijk niet achterblijven. Eens even kijken. Tessie en Niels waren eerder. Zomerdeken. Nou, Michael Jackson kreeg een tweede zoontje en toen dacht hij van, hoe ga ik die nou noemen? Nou, noem precies hetzelfde als mijn eerste zoontje, Prins Michael de Tweede, plakte hij erachteraan. Dat kind had toch een bijnaam nodig en toen noemde hij hem Blanket. Blanket. Dekentje. Een dekentje. We gaan door met 7 letter lingo. Bij dit 7 letter woord hoort een hint en dit hebben jullie inmiddels wel verdiend. Gokjes. R-O-O-K-J-E-S. JP? Ja, een rook is een hooistapel. Dus dit zijn kleinere hooistapels. Prima. Rapport. R-A-P-P-O-R-T. Respect. R-E-S-P-E-C-T. Uitstekend gedaan. Vreemd kan het dan ineens lopen in Lingo. 330 euro hebben Tessie en Niels. Zij gaan op dit moment aan de leiding. Jullie mogen ballen pakken. En jullie zien dat er 2 kansen zijn. En dan tik je er gewoon weer 100 euro bij. Yeah! 23. Oh! Rode bal. Opnieuw hebben ze die gepakt. Nathalie. Wie schrijft, die blijft. Naaiend. N-A-A-I-E-N-D. Dat zijn toch wel hele vreemde woorden die nu voorbij komen. Noteren. N-O-T-E-R-E-N. En dit heb je uitstekend. Ja. En de stand is gelijk. Oh. Ook een rode bal. Nou, Niels, jij mag weer door. En die wil je dan hebben. Vallend. V-A-L-L-E-N-D. Vertier. V-E-R-T-I-E-R. Veiling. V-E-I-L-I-N-G. Uitstekend. Bal nummer 3. Bal nummer 7. Alle rode ballen zijn uiteindelijk uit de ballenbak. Maar met een beetje frustratie. Het 8-letterwoord. Tessie en Niels hebben de hoogste stand. Zij mogen beginnen aan het 8-letterwoord. En er mag overlegd worden. Moeizaam. M-O-E-I-Z-A-A-M. Dames. Makkelijk. Ja. Muzikant. Muzikant. M-U-Z-I-K-A-N-T. Meetlint. M-E-E-T-L-I-N-T. Meesters, M-E-E-S-T-E-R-S. Meesters, uitstekend! Oei, oei, oei. Nu gaan Nathalie en Anja weer aan de leiding. 68. En bal nummer 68. Ja, dit is dan toch echt weer het spannendste moment van Lingo. Want het 10-letterwoord bepaalt wie er uiteindelijk doorgaat naar de finale. Wordt het 10-1 of 10-2? Ja, Frank Zappa spande echt de kroon met gekke kindernamen voor zijn kinderen. Kom op druk, maar doe dat pas als je het heel zeker weet.
maandcyclus. Ja, de kinderen van de arme schapen van Frank Zappa. De ene heet Moon Unit, de andere heet Diva Thin Muffin. Ach, te veel drugs gebruikt, denk ik. Ja. Ja, de stand. €370 voor Tessie en voor Niels. Niet genoeg. Nathalie en Anja gaan door met 420. Maar Lingo zou Lingo niet zijn als we nog een leuke doodje voor jullie in petto hebben. Dat gaat lekker mee. Dank dat jullie er waren. Hier is dan uiteindelijk toch de Lingotas. Dankjewel. We gaan door naar de finale met Nathalie en Anja. Zo, dames. Heel goed gedaan. Ik zie dat jij roze nagellak op hebt. Leuk, hè? Dan pak jij dadelijk, denk ik, deze roze bal eruit. Zeker weten. En JP gaat nu onthullen wat de prijs is. Inderdaad. Want wat geef je de eigenaresse van een frietkot voor cadeau? Weekend. Nou, ik dacht eerder een dinercheck. Dat er eindelijk is voor je gekookt wordt in plaats dat je zelf achter de kachel moet. En je mag ook nog eens twee vrienden meenemen. Dus met z'n vieren, dinercheck. Komt goed. Heerlijk. Komt goed. Helemaal overtuigd van het feit dat deze bal eruit gaat. De prijs heeft u ook gewonnen, want uw naam komt op dit moment voorbij. Van harte gefeliciteerd. Lekker met uw vrienden een avondje uit. Zal ik de bal erin doen? Ja, doe maar. Oké. Nou, Nathalie, gaat hem er dadelijk uitplukken. Succes. Welzijn, W-E-L-Z-I-N. Wensen, W-E-N-S-I-N. Wokken, W-O-K-K-I-N. Winnen, W-I-N-N-I-N. Wassen, W-A-S-S-E-N. Nee, nog niet gelukt. Wuiven, Anja. Bosjes, B-O-S-J-E-S. Boekje, B-O-E-K-J-E. Boefje, B-O-E-F-J-E. F. Pokert, P-O-K-E-R-T. Pikant, P-I-K-A-N-T. Uitstekend. Oester, O-E. S-T-E-R. Ondiep, O-N-D-I-E-P. Orgels, O-R-G-E-L-S. Oevers, O-E-V-E-R-S. Ouders, O-U-D-E-R-S. Oké, dames, heel snel. 15 seconden. Zusjes, Z-U-S-J-E-S. Zakken, Z-A-K-K-E-N. Zuigen, Z-U-I-G-E-N. Nee. Vetels. Nou, laten we even gaan kijken welke bal jullie nou uit de ballenbak moeten plukken. Het is vandaag bal nummer 42. Twee kansen krijgen jullie. Dus ga je gang. Ieder een bal. En Nathalie heeft gewoon beloofd. Zij plukt de roze bal eruit, dus ik wil hem nu zien. Vier. Vier, inderdaad. Het is bal
nummer 4. Anja, de allerlaatste bal, bal nummer 42, die zoeken we dus. 42 en 50. Oh. Ja, dat was wel een beetje gemeen van mij, hè? Want je dacht eventjes dat het 40 was. Ja, lieve dames, het is gewoon niet gelukt. Jullie gaan naar huis met €420. Dank dat jullie er waren. Wil ik ook weer heel hartelijk danken voor het kijken naar Lingo. Ik wens u allemaal nog een hele prettige avond en graag tot de volgende keer. Dag. Samen thuis, samen dros.